Welkom bij Bus, de podcast van de Vlaamse ondernemer. Onderwerp vandaag de versnippering van patiëntengegevens met alle gevolgen van dien. We praten er vandaag over in onze studio en we doen dat met Jan Vekemans van InterSystems. Dag Jan, jullie zijn een technologiebedrijf gespecialiseerd in het leveren van softwareoplossingen voor de integratie van gezondheidsdata. Dat is wel een hele mond vol, hè? Dat is inderdaad een hele mond vol. Maar dat is eigenlijk iets heel simpels. Wat wij voor zorgen is dat al die verschillende softwares die er in een ziekenhuis draaien, hun gegevens op de juiste plaats afleveren in het juiste formaat. Dat is heel kort, heel makkelijk samengevat. Maar ik ga er een ander voorbeeldje gaan geven. Als u een proces verbaal krijgt, dan zorgen wij ervoor dat dat bij u terechtkomt. Oei, oké. Dus want ook buiten de welzijnszorg is de federale politie in België bijvoorbeeld een van onze grotere klanten. Kijk eens aan. Waar wij dus zorgen dat al die gegevens van heel de 190 politiezones allemaal netjes bij elkaar komen en dat doen wat dat de magic is die er moet gebeuren. Nu, InterSystems, wat jullie sterk maakt, is expertise. Ja. Zeker op vlak van bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers. Inderdaad. Als je gaat kijken naar de wereld, dan leveren wij software om juist die gegevens naar dat EPD, elektronisch patiëntendossier, om dat daar naartoe te krijgen en ook van daaruit te verdelen waar het verder moet zijn. Dat is heel makkelijk. Als je gaat kijken naar Epic, dat noemt men de Rolls-Royce van de EPD's in de wereld, is gebaseerd op onze technologie. Gaan we iets dichter bij huis kijken? Gaan we kijken naar Zorgi, het vroegere Expertis in Wallonië? Dat maakt gebruik van onze technologie om inderdaad al die gegevens in een ziekenhuis in hun EPD's te krijgen. Nu, we hebben ook een tweede gast in onze studio, Etienne Bert, oprichter eigenlijk van One Leaf. Heren, welkom in onze busstudio. Om deze podcast een beetje te kunnen kaderen, moeten we het eerst hebben over een gele brooddoos. En dan kan ik me inbeelden dat er kijkers, luisteraars zijn die zeggen, de gele watten. Misschien beginnen met te zeggen, daar zitten geen bokens in. Wat zit er dan wel in? Wel, de gele brooddoos is een initiatief dat in Vlaanderen ontstaan is. Eigenlijk hier in Gent is dat ontstaan. En het is eigenlijk ontstaan uit, ik heb het al eens misschien verkeerdelijk, misschien terecht, het failliet van onze healthcare genoemd. Waar het over gaat is, het is een gele brooddoos waarin een aantal patiëntengegevens gaan zitten. Daar zit dus een fiche in, dat noemt de medische fiche. Daar zit een boekje in, waar dat een dokter en een verpleegster die bij u thuis komt informatie kan invermelden. En er zit een sticker in die je op de binnenkant van uw voordeur moet plakken, zodat als de ambulance eens een keer langskomt, dat die weten dat ze in hun frigo moeten kijken, want daar zit de gele brooddoos. Is dat niet al een eerste probleem? Dat misschien niet bekend genoeg is, die gele brooddoos. Wel, de gele brooddoos wordt meer en meer bekend, maar het is een veel groter probleem en dus de zaken die niet kunnen gedeeld worden. Men kan, wanneer dat een ambulance arriveert, moet hij nog de gegevens invoeren in een systeem en dan doorsturen naar de persoon die uiteindelijk de behandeling zal stellen. Vandaar dat wij gezorgd hebben voor een oplossing die, waarbij dat we de hele doos digitaliseren, zodanig dat met een simpele klik al de gegevens van de patiënt doorgestuurd worden naar degene die de juiste persoon op de juiste plaats. Ja, want dat was de challenge, hè? Ja. Een gele brooddoos, dat is iets. Dat is iets fysiek. En Julia, 94, heeft eigenlijk aan ons als eerste duidelijk gemaakt dat er iets fout was ermee. Die zei namelijk tegen mij, ik was met mijn vent, Harren André, was zij op een evenement en hij kreeg daar, zij zegt, een attaksje. Ja, hij moest naar het ziekenhuis, maar hij had sinds een paar dagen had hij heparin gekregen, dus een bloedverdunner. En ja, dat was natuurlijk gegevens die in het ziekenhuis zelfs nog niet bekend zijn. Nu, als je iemand begint te snijden, als je een mens gaat opereren, zullen we maar zeggen, dan is het zo dat als iemand een sterke bloedverdunner neemt, ja, die loopt gewoon, cru gezegd, die loopt leeg, hè. Je wilt dat dus voorkomen, dan betekent dat je dus bepaalde acties moet ondernemen voordat je dat doet. En zij zegt, ja, we hadden wel een gele brooddoos, maar ze ligt bij mij thuis. En wij waren niet thuis. Ja, dan heb je aan de gele brooddoos niet. Want ik zie niet veel mensen rondlopen met hun frigo onder hun arm. Die blijft meestal thuis. Ze steken dat in de frigo, juist omdat dat een herkenbare plaats is en de meeste mensen hebben er een.
Maar die is wel statisch. En om ook even terug te komen op het aantal. Er zijn intussen al 300.000 van die brooddozen in Vlaanderen geleverd. Dus het is niet dat het voor een paar mensen is. Het is effectief de bevolkingsgroep van mensen boven de 65 die nog thuis wonen, maar die mogelijk verzorging nodig hebben. Ja. Nu ja, we hebben het over het tastbare gegeven. Hè. 2 jaar geleden botste je op die challenge van oké, we moeten dat digitaliseren. En ging je eigenlijk op zoek naar partners, andere bedrijven die Intersystems eigenlijk kon helpen voor een stuk. Jan Valken, mijn vroegere mentor, die zei altijd, je moet niet komen met een probleem, kom met een oplossing. En blijkbaar had Nico van de vouw van InforCare dat ook al eens ooit gehoord. En die heeft dus echt de challenge gesteld van, kunnen we dat niet digitaliseren? Wel, we konden dat. En intussen zijn we dus zover dat we zelfs 5 verschillende oplossingen al hebben die effectief werken, die we kunnen bewijzen in de markt dat er iets is. Dat is een Andaman 7. Dat is een Massana. Dat is OneLeaf, dat is Mimior en dat is M4B. Moeilijke naam, maar... Ja. Hè? Dus ja, vandaag heb ik eigenlijk Etienne willen uitnodigen, omdat dat ook een van de oplossingen is. We konden hier moeilijk alle 5 oplossingen uitnodigen. Zo is dat. Jullie hebben een app ontwikkeld. Vertel daar eens iets over. Ja, wij hebben eigenlijk een ecosysteem ontwikkeld waarin de app eigenlijk centraal staat. De patiënt kan zelf... We zijn uitgegaan van de patiënt zelf. We hebben onderzoek gedaan in de markt. Wat is er nu nodig, opdat die patiënt eigenlijk de volledige bescherming zou hebben? Waarom zijn we daarmee gestart? Mijn broer is 25 jaar geleden overleden aan een foutief medicament. Men kende zijn historiek niet en men heeft hem een geneesmiddel toegediend waardoor hij een uur later overleden is. Nu, van daaruit zijn we dan vertrokken, hebben we dus gekeken welke zijn de noden in de markt. En eerst en vooral wouden wij alle gegevens van de patiënt centraliseren en dat onderbrengen in een veilig systeem, een Use ID, dat eigenlijk een digitale safe is, waarin dat al de patiëntengegevens kunnen bewaard worden. Tweede punt is dus dat er meer informatie nodig is dan een elektronisch patiëntendossier. Waarom is dat zo? Omdat een patiënt over veel meer gegevens beschikt, dat hij trouwens weet welke behandelingen dat hij ondergaan heeft, wat zijn problemen zijn, en dat hij dat eigenlijk allemaal kan onderbrengen in die app. Ja, daaraan gekoppeld een aantal systemen om hem te ondersteunen. Een aantal tools die we ontwikkeld hebben, zoals een symptomenchecker en een interactiechecker. Een interactiechecker die ervoor zorgt dat die patiënt eigenlijk geen verkeerde medicatie kan nemen. Een controle op medicatie. Een bijkomend probleem was daarbij nog dat de patiënt zeer therapie-ontrouw is en dat we hem gaan ondersteunen om een juiste gebruik van zijn medicatie te maken, zodanig dat wij weten, kijk, voilà, die patiënt moet gemotiveerd worden om stemt zijn medicatie gaan te nemen, aangezien dat eigenlijk de grootste kostprijs uitmaakt in de gezondheidszorg. Dus wij willen gezondheidszorg betaalbaar houden, wij willen de patiënt beschermen tegen medische en farmaceutische fouten, en daarbij hem nog in de gelegenheid stellen door standaardcodes te gebruiken die internationaal gekend zijn, opgemaakt door de WHO, zodanig dat hij ook in het buitenland met zijn gegevens die gegevens kan delen met de behandelende arts of de apotheker. Ja, je gaf het zelf aan, een digitale safe. Ik wil het dan toch nog wel eens hebben over privacy, belang van privacy. We leven in een tijd waar hackers op elk moment kunnen toeslaan. Dat is toch ook wel iets wat jullie flink in de gaten moeten houden, neem ik aan. Ja, dat zeker. Daarvoor hebben we destijds Monar Law ingeschakeld om het volledige plaatje af te toetsen aan de GDPR-wetgeving, de privacy-wetgeving. En van het ogenblik dat de patiënt heeft via zijn patiëntenrechten het recht om eigenlijk al zijn gegevens op te vragen, zowel bij de overheid, zowel bij de behandelende artsen, met uitzondering van enkele elementen die de arts persoonlijk gaat aanbrengen. Maar ik kan dus een volledig dossier gaan samenstellen wat dus de verspreiding van de patiëntendossiers eigenlijk voorkomt. Een van de elementen die er zich bij stelt is dat eigenlijk dit zou de eerste keer zijn
dat een patiënt eigenlijk eens een overzicht heeft van alles wat er over hem bestaat. Want toen ik ben geopereerd een tijd geleden, ben ik zelf naar verschillende ziekenhuizen toe moeten gaan om te vragen welke informatie dat ze over mij hebben. Want een van de zaken die in GDPR naar voren komt is, bij GDPR zeggen ze, de patiënt heeft het recht om te weten wat er aan informatie is geweest. Heb jij al iemand tegengekomen die tegen u zegt, ik heb informatie over u? Als je ze niet gaat zoeken, vinden ze niet. En een van de zaken die ik had als probleem was, ik wist zelfs niet meer, ik heb aan mijn moeder, dik in de 80 intussen, heb ik moeten gaan vragen, moe, waar is dat ooit gebeurd? En dan gaat het daar naartoe en dan begint een heel circus. He? Dus ik heb een app op mijn telefoon waarin dat staat. Als u als patiënt over uw dossier wilt beschikken, moet u eerst naar dit nummer bellen, moet u daar een e-mail naar sturen en dan gaan wij ze u op papier bezorgen. Beats the purpose of wat we het hierover hebben, want dan krijg je het ook nog maar alleen op papier. En van papier terug naar digitaal. Ik kan u verzekeren, het is geen gemakkelijke weg. Een zeer omslachtig proces, hoe dan ook. Ja. Je maakte tijdens de voorbereiding op deze podcast even de vergelijking ook met Dr. House, de iets wat excentrieke dokter bekend van de tv-serie van enkele jaren geleden. Het is misschien natuurlijk een beetje raar om een televisieserie in een ernstig onderwerp te verwerken. Maar eigenlijk komt daar iets heel fundamenteel zou het naar voren. En dat fundamentele dat naar voren komt is dat een mens is niet alleen zijn medische gegevens. De mens is ook wat je noemt het welzijn. En wij noemen dat het digital well-being, omdat dat zijn de gegevens die van uw Strava komen. Dat zijn de gegevens die van allerhande dingen komen. Als je bij House dan bijvoorbeeld ziet, die gaf van zijn assistenten dan door dat ze eens moesten inbreken en onder het kastje gaan kijken wat dat er daar allemaal stond. Dat is wat dat Etienders ook zegt. Hè. Kijk, een van de zaken wat ik hoorde op een gegeven moment als tegenkanting tegen de app was, symptoom een checker en een interactiechecker. Een interactiechecker, dat moet je overlaten aan een apotheker. In een zekere zin is dat waar, want een apotheker is de best geplaatste persoon om te weten wat de medicatie met elkaar doet. Maar waar zij dan niet zijn is, die weet niet wat ik voor de rest thuis in mijn kasken heb steken. En daar zit het verschil nu juist. Als ik thuis zelf gewoonweg de barcode van al mijn medicamenten kan gewoon inscannen, en ik scan ook in wat ik als medicatie voor de rest krijg, dan heb ik een volledig beeld, dan hebben we ons Dr. House beeld. Dat is hetzelfde als mensen bepaalde gegevens kunnen doorgeven van, ik ga een ander voorbeeld aanhalen, een van die ouderen die krijgt maaltijden aan huis geleverd. Wel, als nu die persoon 3 dagen na elkaar ziet dat het eten niet opgegeten wordt, is dat misschien ook wel belangrijke informatie. Dat zijn de dingen die je echt krijgt als je zo'n soort van een community-omgeving creëert. Waarbinnen dan, hè, want hij zegt dat het een leefwereld, een systeem is. En dus juist dat is een van de grote meerwaarden die zo'n systeem brengt. En dan kom ik tot mijn allerbelangrijkste uitmerking dan. Dat is, de patiënt is de data. De patiënt is daar waar de data is. Dat is tenminste wat het zou moeten zijn. De patiënt is de data. Straks praten we verder in deel 2 van deze podcast van De Vlaamse Ondernemer. Tot zo.